Ik sprak laatst iemand. En die zei, plotseling hè, midden in het gesprek. Zei die, hey Maroué, zeg nou eerlijk. Je voelt je wel helemaal thuis hier hè, in Nederland. Hè? Hoe Nederland nu zo'n multiculturele samenleving is. Hè? 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 En de reden waarom hij zo vaak moest doen, is omdat ik geen antwoord gaf. Want ik zag duidelijk iemand voor mij zitten die totaal geen enkel idee heeft van wat een multiculturele samenleving is. Want dat is Nederland zeker niet. Ik kom uit een multiculturele samenleving. Ik kom uit Suriname. Daar wonen al eeuwenlang 5, 6 hoofdgroepen bij, naast, op, in, met elkaar. En dat zijn de Hindoestaan, de Javaan, de Creool, de Bosland Creool, de Chinees en de Indiaan. Die. En die wonen al eeuwenlang naast, met, bij, in, op elkaar. Die mixen ook met elkaar. Als je naar school gaat als kleine jongen, kom je de klas binnen en je weet niet beter dan dat er 30 leerlingen zijn. 4 Hindoestanen, 5 Javanen, dit, dat, allemaal een mooie mix. En het belangrijkste, niet één van ze is een allochtoon. Het zijn allemaal Surinamers. Weet je, je groeit op en naast jou woont er een Hindoestaans jongetje. Nou, dat wordt jouw beste vriend. En niks van, ja, hij is Hindoestaans, dus het kan niet. Nee, hij woont naast je, we groeien samen op, dat is je vriend. We kijken daar niet naar. Weet je, en in Nederland, daar wonen wel veel culturen, maar van een samenleving is geen sprake. Weet je, ik sprak laatst weer een Nederlandse man die zegt, nou, Roewe, ik heb helemaal geen last van die Turk, hoor. Er woont een Turkse zin naast me, ik zie ze nooit. Dat is voor hem een samenleving. Terwijl, nee, we moeten elkaar juist gaan zien. Dat maakt een samenleving. Wij kunnen vanavond hier met z'n allen beginnen met Nederland een multiculturele samenleving te maken. Dat als het over een paar eeuw wel zo is, dat ze elk moment zeggen, ja, maar we moeten niet vergeten wanneer het is begonnen. Die avond bij Roewe. En het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk. Ga met elkaar praten. Ga elkaar vragen stellen. Vorm niet een mening over anderen, over wat je hebt gehoord. Ga voor het echte verhaal. Ga met de Surinamer praten en zeg, hey, Surinamer, vertel me. Vertel me het echte verhaal. Waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt? Hoe is het gegaan? Oh, nu snap ik het. Waarom doen jullie dit zo en niet zo? Oké. En wat is de bedoeling hiervan en hiervan? Kijk, nu weet ik het echte verhaal. En als je het echte verhaal weet, dan trek je niet meer de verkeerde conclusies. Misschien dat je dan niet meer zegt, Surinamers zijn lui, maar ze zijn moe. We hebben keihard gewerkt. Voor Nederland. En ken je dat gevoel dat je zaterdagochtend wakker wordt en je denkt, zo, ik ga dit hele huis een grote beurt geven. En je begint met boenen, poetsen, lappen, dweilen, kleren in de wasmachine, kleren eruit, ophangen, drogen, strijken, alles. En dat je om 5 uur denkt, zo, nu even een Bavaria. Kijk, dat gevoel hebben wij sinds de afschaffing van de slavernij.